Ik ben vandaag meer dan een halve dag hier op Saxion, omdat ik het belangrijk vind om te zien wat er op die hogescholen gebeurt. Ontzettend interessant werkbezoek hier gehad bij de lerarenopleiding, bij de PABO. Waar ze echt aan het samen opleiden werken, was ontzettend inspirerend. Neem ik heel veel mee naar Den Haag over hoe kunnen we dat nog beter stimuleren. Maar ook mooi om hier net in het debat te zien hoe de samenwerking tussen Saxion en het regionale bedrijfsleven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling zich ontwikkelt en plaatsvindt. Het is echt super om te zien. Hoe trots bent u dat de minister vandaag een bezoek bracht aan Saxion? Daar ben ik heel trots op. Maar om eerlijk te zijn ben ik eigenlijk nog meer trots op dit event, onze studenten en de discussie met de werkgevers en onze lector. Ik vond het echt een hartstikke leuk programma. Het belangrijkste is dat Saxion een werkelijk ontzettende goede banden heeft met overheden, met bedrijfsleven, met verpleeghuizen enzovoort. Echt heel sterk is ingebed in deze regio. Ik denk dat dat heel goed naar voren kwam. Wat kan het Nederlandse onderwijs leren van Saxion? Dat je als hogeschool ook een beetje ondernemer in de regio bent en echt een speelfunctie kunt vervullen in die regio om bruggen te slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat doen ze hier heel goed. Ik denk dat wij gaan naar een hogeschool die ik zie als een ontmoetingsplaats. Dus waar bedrijven naartoe gaan als ze samenwerking zoeken op het gebied van innovatie, op het gebied van onderzoek. Waar ze ook gaan kijken van waar zitten de talenten van Saxion. Trouwens andersom ook, hè, dat die studenten van ons, die hebben het voor het kiezen natuurlijk in de toekomst. Dat die met bedrijven en overheidsorganisaties eens kunnen kijken van goh, is dit mijn werkgever van de toekomst? Saxion als ontmoetingsplek, dat is mijn beeld.